Hi iedereen, de laatste dagen is het echt ontzettend warm en we hebben echt enorme mazzel deze zomer in Nederland. Ik vind het althans wel heel erg lekker, maar af en toe is het toch wel heel erg warm. Bij mij binnen is het bijvoorbeeld 27 graden, dus het is echt niet te harde gewoon. En ik loop dan ook echt een hele luchtige kleding en ik vind het dan ook heel erg lekker om mijn haar uit mijn nek te hebben, want mijn haar is echt heel erg warm en zwaar. Dus vandaag wil ik aan jullie 4 kapsels laten zien waarbij het haar gewoon lekker uit je nek is en dat het er gewoon ook nog leuk uitziet. Ze zijn heel erg makkelijk te maken. Dus als je op zoek bent naar inspiratie voor kapsels waarbij het haar uit je nek zit, blijf dan zeker even kijken. Het makkelijkst, maar helaas ook het minst origineel, is gewoon de knot. Deze kennen de meeste mensen wel, maar ook heel veel mensen nog niet. Dus ik ga hem toch eventjes voordoen. Zorg ervoor dat je een elastiekje hebt om de hand waarmee je schrijft. Ik ben rechts, dus ik heb hem om rechts. Breng je haar omhoog op de hoogte waar je de knot wil hebben. En doe alsof je een staart gaat maken. Dus trek het elastiekje over je hand, over je haar. Maar trek niet al je haar er doorheen. Draai het elastiekje om en doe hem weer terug. Dus in feite heb je een staart gemaakt, maar dan zit je haar in een lus eromheen. De kleine plukjes, die werk je een beetje weg. En je kan het eventueel nog een beetje opleuken met leuke haaraccessoires, speldjes of mijn favoriet, de scrunchies. En dat doe je dus door gewoon simpelweg een scrunchie om je knot te doen. Dat maakt het toch net even wat meer leuker, kleurrijker. Ik vind het heel erg leuk in ieder geval. En lekker je haar uit je nek. Het volgende kapsel wat ik jullie wil zien is een combinatie van een vissengaatvlecht en een paardenstaart. Ik begin weer met een elastiekje om mijn rechterpols. En wat ik doe is een stuk van mijn pony pakken. Dus eigenlijk een soort van voorste lok. En de rest die bind ik eventjes vast, zodat het gewoon lekker uit de weg is. Dat is altijd wel makkelijk, anders gaat het in de war zitten met hetgene waarmee we gaan vlechten. Nou, het haar wat overblijft, dus je voorste lok, die verdeel ik eerst in 3 strengen. Eventjes om een beetje een vaste vlecht te maken, een beetje stevigheid te geven, doe ik even 2 keer alsof ik een normale vlecht aan het maken ben. Vervolgens verdeel ik deze 3 strengen in 2 strengen en dan gaan we verder met de vissengraat. Nou, de vissengraat die werkt als volgt. Je begint dus met 2 strengen, dat is je uitgangspunt. En wat je dan telkens doet is van de ene streng het buitenste plukje, heel klein plukje nemen. En die doe je bij de andere streng. En dan pak je een heel klein plukje van de linkerstreng en die doe je bij de rechterstreng. Hier kan je het zien. Je pakt telkens plukjes van de buitenkant. En hoe kleiner je de plukjes neemt, hoe het mooier het vissengraat effect. Ik heb nog een video gemaakt over hoe je de vissengraat doet. Als je dat wil weten, dan moet je eventjes op de link klikken. Of nu op de vissengraat klikken. Iets duidelijker uitgelegd wordt het daar. Nou goed, als je klaar bent, dan maak je hem vast met een rubber elastiekje. Of een loom elastiekje, als je die toevallig in huis hebt. Schuif je die ongeveer 2 centimeter naar beneden. En dan heb je de ruimte om de vlecht wat breder te trekken, zoals ik hier nu doe. Dat vind ik altijd weer wat mooier staan, wat meer boho. En dan heb je gewoon iets meer vlecht. En dit zijn de elastiekjes die ik heb gebruikt. Super goedkoop, verkopen bij Kruidvat. Zijn heel goed. En je hebt ze ook voor blondines. Nou goed, wat doe ik dan? Ik maak een wat lagere paardenstaart. Mag ook hoger, wat je wilt, maar ik vond voor dit kapsel vond ik laag wel heel erg mooi. En dan pak je dus de vlecht. En wat we daarmee gaan doen is die om de paardenstaart heen doen. En wat ik doe is, ik doe de vlecht onder de paardenstaart. Dan breng ik hem omhoog, om het elastiekje heen. En dat draai ik dan een paar keer rond, hangt vanaf hoe lang die is. En dan maak ik hem vast met een bobbypin. En that's it. Nou, het volgende kapsel is eigenlijk een variatie op het kapsel hiervoor. Dus we maken weer een fishtail braid bij de lok aan het begin van je haren. Dan doe je al je haar naar één kant, hetzij links, hetzij rechts, wat jouw voorkeur heeft. En wat we dan gaan doen is eigenlijk gewoon een zijvlecht maken. Maar we verdelen het haar in 3 strengen, waarbij de vissengraatvlecht 1 streng is. Dus je doet gewoon alsof de vissengraatvlecht een streng is. En je vlecht gewoon op de normale wijze een vlecht aan de zijkant. Deze zijvlecht is net een beetje anders dan anders. Het staat altijd heel erg romantisch en het is lekker verkoelend voor in je nek.
Nou, het volgende kapsel is weer een variatie op het kapsel van hiervoor. Je pakt namelijk je hele zijvlecht. En wat je daarmee doet, is deze gewoonweg ronddraaien achter op je hoofd. Ik zal het nog eventjes van de achterkant laten zien. Dan kan je gewoon iets duidelijker zien wat ik doe. Dus je pakt de zijvlecht, je draait hem 1 of 2 keer rond. En dan breng je hem omhoog en draai je het gewoon om zijn as. En zorg je ervoor dat het uiteinde een beetje wordt weggewerkt waar het elastiekje aan vast zit. Dan pak je bobbypins. En dan steek je die vast met 1, 2, 3, 4. Maakt niet uit hoeveel, als het maar gewoon lekker goed vast zit. Deze zijn van Zenner. Ze zijn een beetje stug. Dus ik vind deze heel erg goed, want ze blijven goed zitten. Het resultaat is best wel een chic kapsel. Een mooie zijknot met een vlecht erin verwerkt. Het volgende kapsel is leuk voor de mensen die niet echt van opgestoken kapsels houden, maar het liefst eigenlijk hun haar losdragen, maar het toch een beetje luchtig uit hun nek willen hebben. Wat je doet is een lok pakken aan de ene kant, deze een beetje twisten en die achter op je hoofd vaststeken met een bobbypin. Dan pak je weer een lok en die draai je nog een keertje rond en die breng je meer naar achter en die pin je helemaal vast aan de andere kant van je hoofd. Dit herhaal je met allemaal kleine plukjes, net zolang totdat de ene kant van je haar eigenlijk helemaal is weggewerkt naar de andere kant. En ik zal zo eventjes aan de voorkant laten zien hoe het eruit ziet, dan heb je een iets beter idee ervan. Je moet dus wel heel veel vaststeken, dus zorg dat je speldjes neemt in je eigen haarkleur, dan valt het wat minder op. En zo ziet het dan uit. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie leuke inspiratie hebben opgedaan met deze kapsels waarbij het lekker vrij is van haar in je nek. Dus lekker cool voorbij dit warme zomerweer. En ik wil natuurlijk heel graag van jullie weten, wat is jouw favoriete kapsel wat je draagt als het echt ontzettend heet is buiten? Laat het me eventjes weten bij de comments. Als je dit een leuke video vond, doe dan de duimpjes omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal BeautyLab.nl. Je kan me ook volgen via Instagram. Mijn gebruikersnaam is @SerenaVerbon. En dan ga ik jullie gedag zwaaien. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Als je benieuwd bent naar mijn nieuwe balkonnetje, klik dan op de linker video. Hier geef ik jullie een tour. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Klik hiervoor rechts onderin op de rode knop subscribe. Alvast dankjewel!